Onze directeur is vanmorgen bij de notaris geweest en de prijswinnaars zijn bekend. We gaan nu het land in om ze te verrassen. We zijn aangekomen in het mooie plaatsje Son. Hier woont onze derde en laatste prijswinnaar, de heer Ter Horst. En als het goed is, woont hij in het huis daar verderop. Dus we gaan even een kijkje nemen of hij thuis is. Goedenavond. Goedendag. We zijn van Konrad.nl. U heeft een tijdje geleden meegedaan aan een online winactie van Konrad.nl. En u heeft een prijs gewonnen. Hey. Ja. Ja. We zijn hier voor de tweede prijsuitreiking. We zijn hier nu bij de heer Mol in Hollandse Veld. En de heer Mol heeft ook meegedaan aan de online winactie op Konrad.nl. En ja, hierbij willen we u de cheque overhandigen met de prijs die u heeft gewonnen. Oh, dus, ben benieuwd. Ja. U heeft 2500 euro gewonnen. We zijn vandaag in het mooie Oldenmarkt. We zijn onderweg naar de familie Marskamp. De familie Marskamp heeft meegedaan in onze bestel- en winactie. En ze hebben die eerste prijs gewonnen. Dat weten ze nog niet. Dan gaan ze nu overvallen. En dan ja, ben ik heel benieuwd naar hun reactie. Goedendag. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Wij zijn van Konrad.nl. U heeft een prijsje gewonnen. Hey, ja. Nou, leuk. Ja. Zouden we even binnen mogen komen? Tuurlijk, kom binnen. Ja. Ja, jullie hebben een tijdje geleden meegedaan aan een online actie van Konrad.nl. En ja, jullie zijn een van de winnaars van de prijzen. En deze willen we jullie vandaag persoonlijk komen overhandigen. Daarom zijn we dus hier met ons felicitatieteam. Hierbij de check. U heeft de eerste prijs. Wow. 10.000 euro gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Een stukje aan mijn hobby besteden, denk ik. Ja. En wat is uw hobby? Modelspoor. Kijk, u bent een echte trouwe Konrad klant. Ja, helemaal. Zo, dit was onze derde en laatste prijswinnaar. Wil jij nou ook een keer kans maken op zo'n mooie prijs? Hou dan www.konrad.nl in de gaten of volg ons via Facebook. En misschien komen we dan de volgende keer bij jou thuis de boel op stel te zetten. Voor nu zeggen wij tot ziens en graag tot de volgende keer. Dag!